Wat voor beleid zou jij voorstaan? Er moet een krachtiger landelijk beleid komen. Wat zou dat landelijke beleid moeten inhouden als het om de theaters gaat? Nou, waar ik bang voor ben is dat dit niet nu 3 weken is en dan is het klaar. We hebben nog 6 tot 8 maanden te gaan voordat de vaccins en... Als we geluk hebben. We hopen dat het allemaal lukt. Sneller testen en gaan we door. Positief denken. Ik denk dat er een stip op de horizon zit september volgend jaar. Zo. Dat is al ver. Dat is de realiteit. Ja. Stel voor dat het niet genoeg is wat we nu doen, dat het doorettert. Denk een beetje langer door. Dan blijven we de hele winter blijven wel en niet. Ja, en dan raak je al het publiek kwijt. De kunstenaars worden... En dus? Ik denk dat we wat strenger moeten zijn met z'n allen. Nou, dicht. Nog een paar weken. Kijk, nu op dit moment zou je zeggen... Ja. We zijn open, waar heb je het over? Wees blij dat je open bent. Dat ben ik ook blij. Ja. Dus ik begrijp de kunstenaars. Ik ben zo bang dat we gewoon de komende maanden alleen maar gezeur krijgen. En u zegt dus eigenlijk, hè, ook voordat er misschien wel een besmetting in theater komt en mensen bang worden om te gaan op de lange termijn, zegt u misschien beter nog een paar weken dicht en daarna hopelijk door deze maatregelen alles weer kunnen oppakken en wel weer met meer mensen. Dat kan nu niet meer, want er is nu besloten om die te doen. Dus we moeten nu deze 3 weken aankijken. En ik durf te zeggen dat de mensen die in het theater waar ik verantwoordelijk voor ben, dat die werkelijk dat alles gedaan wordt omdat het zo veilig mogelijk is. Maar wie zegt, ik garandeer dat? Nee, maar je kan het ook niet